mensen, welkom terug bij deze nieuwe video. We gaan dit even doornemen. Zoals je ziet, we rijden hier achteruit. We gaan een paar fouten maken, die gaan we even corrigeren. Nou, zoals je kan zien, het gaat goed. Het probleem nu is, we staan niet recht. We zijn in de buurt van 3 meter van dok. Dus ja, dan kan je hem ook niet meer corrigeren. De manier hoe je dat had kunnen oplossen, een bredere bocht om die andere vrachtwagen heen. Ik had die blokken en die tussenin verwacht, waardoor ik het dus strak langs wou. Was niet nodig, dus ik ging te scherp erin. Vervolgens zag je me manoeuvre maken van links, rechts, links. Die gebruik je om je trailer meer naar links te krijgen. Daarom beginnen we ook met links. En je hebt ook rechts, links, rechts. En dat gebruik je als je je trailer meer naar rechts wil krijgen. Hij staat er recht voor. Alleen die stootblokken die zijn versleten. Dus hij staat een beetje op de stootblokken. We gaan even een kleine 3 centimeter naar voren. En dat was hem alweer. Goed, dus wat zei ik nou eigenlijk? Dit is een stootblok en hier komt de vrachtwagen tegenaan tijdens het dokken. Alleen na een tijdje kunnen deze dingen gewoon kapot gaan. Zo, en dan zien ze er zo uit. En wat je dan vaak hebt is dat je trailer eigenlijk erop staat. En dat is niet de bedoeling. Want dat, ja, ik heb hier even een video van Lenflex. Die maakt stootblokken. Zoals je kan zien, je komt er tegenaan. En dan sta je er tegenaan. En dan zeg je van ja, maar Jack, ze gaan kapot door chauffeurs. En ja, dat zeg ik inderdaad. Want zoals je kan zien, op het moment dat de klep erop zakt, zakt je trailer een stukje. Er zit geen wrijving meer tussen de stootblok en de trailer. De enige manier hoe er wel wrijving blijft staan is als bijvoorbeeld een trailer hem in zijn achteruit hebt gezet, zijn voet op de rem hebt getrapt en daarna de handrem erop doet. Dat er druk op staat en dat het dus geen nut heeft. En zo gaan die dingen kapot en dan krijg je dus dat soort scenario's. Hey jongens, ik heb hier het dok. Alleen ik weet niet wat er gebeurd is, maar die klem die is ergens. Ik weet het niet, misschien op dat pikje daar. Maar ja, ik ga het nou proberen recht te buigen. Het is niet heel verantwoord om zo te rijden. Ik heb geen idee, hoe kan dit nou, joh? Ik zou het niet weten. Het is ook heel raar, want er zit helemaal niks. Nou ja, dat is precies hetzelfde als de andere kant. Dus dan zijn ze tenminste symmetrisch, zeggen we dan maar. Oké. Ja, dan kan hij tenminste dicht. Dat is wel belangrijk. Ja, top. Oké, dit nemen we mee. We gaan niet onze zooi achterlaten voor iemand anders. Ja, hetzelfde geldt hier natuurlijk ook. Ik probeer het zelf te maken. Alleen ja, je gaat natuurlijk niet met één slot dat kapot is rijden. En prima voor één dagje. Maar aan het einde van de dag geef het even door aan je planning. Zodat het wel verholpen kan worden. Want veilig is het niet. En de politie vindt dat ook. Oké, nog een voorbeeldje. Dus we rijden hier achteruit. We staan in een mooie knik. Probleem wat ik hier doe is, ik stuur te laat terug. Ik had nu een beetje terug moeten sturen, maar dat deed ik niet. Ik wachtte tot mijn trailer recht stond. En als je dat doet, ja, dan kom je niet uit. Want je trekker moet uiteindelijk ook recht staan. Geen probleem natuurlijk. Eventjes vooruit trekken. Een kleine zigzag als je eventueel wat beter tussen de lijnen wil komen. En dan ben je vrijwel weer ready to go. Zo makkelijk kan het zijn. Onthoud, zoals ik net ook zei, links, rechts, links is om je achterband van je trailer meer naar links te krijgen. Rechts, links, rechts is hem om de rechter achterband meer naar rechts te krijgen. Easy as that. Let's go. Je hebt hier die pijl. En je ziet hoeveel speling er nog op die pijl zit. Echt wel zo'n stuk eigenlijk alleen maar raakt. Aan de andere kant. Zo, aan de andere kant heb je dus dat die er echt veel krapper zit. Om het zo te zeggen. Maar hij staat toch recht op het dok. Niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. Hij staat echt recht voor gewoon. Ja, dat laat maar weer zien dat je dus niet altijd van de lijnen en die pijlen kan uitgaan. De dok is uiteindelijk waar het tegenaan moet. Dit is een CMR. Voor jullie staat hier heel even een spiegelbeeld. Maar precies hier, dat noemen we vak 18. Dat staat er ook bij. Daar moet je altijd schrijven
mits het waar is, niet bij laden aanwezig. En waarom doe je dat? Om jezelf in te dekken. Ik heb het, dit is gewoon blanco, er staat niks op. Maar, bijvoorbeeld, ik had vanochtend... dikke LZV, potverdomme, moet je kijken dan. Oké, sorry jongens, beetje ADD, best snel afgeleid. Maar bij vak 18 schrijf je niet bij laden aanwezig, want in de meeste gevallen ben je niet bij het laden aanwezig. Je wordt geladen. Wat heel belangrijk is, is dat je dat dus schrijft. En waarom moet je dat schrijven? Nou, als je niet bij het laden aanwezig bent, prima, weet je, dan heb jij er niks mee te maken. Maar stel hun lossen daar en hun zeggen van, ja, 2 pallet is beschadigd en 8 dozen zijn kapot, weet je wel. Als ze ooit terugkomen bij de chauffeur, dan kan jij gewoon zeggen, nou ja, het staat op het CMR, ik was niet bij het laden aanwezig. Dus tijdens het laden daar ergens is het fout gegaan. En ik heb er voor de rest niet veel mee te maken. Dus altijd jezelf indekken. Bijna geen één chauffeur schrijft het, ik schrijf het wel. En dat is alleen maar goed van mezelf, want dat is gewoon belangrijk, weet je. Ik heb vandaag, alleen vandaag al, 1 CMR waar staat dat de schade gemerkt is. En nu 3 CMR's waarvan een palletje kapot is, of een ditje, of een datje. Alleen ja, het is wel belangrijk dat je dus jezelf indekt, vooral als vrachtwagenchauffeur. Daarom ben ik ook niet zo fan van bellen met de planning en dat soort dingen. Ten eerste is het pratend. Dus als ik zeg, ja, 28597, dan bij wijze van spreken, dan kan hij iets heel anders horen. En dan sta je nog langer bij een klant te wachten. Plus, als je aan het bellen bent, heb je geen bewijs. Ik had een programma, die nam alles op, alle gesprekken. Alleen, die werkt niet meer. Privacywet. Dus ja, dat werkt helaas niet meer. En dan krijg je dus inderdaad dat een planning in een gehaast moment tegen je zegt van... eerst die en dan die ander. En dat jij dan dus gewoon die doet en daarna die ander. En dat hij vervolgens belt van, wat ben je aan het doen? Je moest eerst die ene doen en daarna pas die ander. Dus ja, je moet altijd een beetje jezelf indekken. Ik bedoel, doe het maar gewoon met alles, letterlijk. Als chauffeur zijnde, je hebt het misschien vaker gehoord, maar... Als ik een probleem maak, is het een probleem. Als die planning een probleem maakt, is het een probleem. Als dat bedrijf een fout maakt, is het een probleem. Maar uiteindelijk is het jouw probleem. Want jij bent daar en jij mag alles oplossen van iedereen die naar je toe komt. Dus ja, dek jezelf in. Hele gouden regel. Schrijf het er altijd op als je niet bij het laden aanwezig bent. En gewoon doen. Altijd jezelf indekken, want anders gaat je werkgever uiteindelijk ook naar je toe komen van dit en dat, schade, zus en zo. En dan zeg je, ja, ik was er niet bij. Ja, nou, dat staat nergens, dus we hebben helemaal geen poot om op te staan, dus die kosten zijn voor ons. Dus lekker dan, vriend. Bij wijze van spreken. Ik zeg niet dat dat gebeurd is, ik zeg gewoon hoe het is in het transport. Dus altijd jezelf indekken. Gouden regel. Doe de shit. Hier links zit dus een hoekje. Dus het houdt ook weer in dat we extra lang moeten doorsteken. Rechts controleren of er geen andere trailer aankomt. Want dan, je uitzwaai, die gaat die andere trailer raken, om het zo te zeggen. Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik per ongeluk een afslag heb gemist. En die ene afslag was dus over een N-weg. En daar heb ik binnen doorgestuurd. Kijk, dit zijn de momenten dat je dus heel blij mag zijn met een vrachtwagennavigatie. Want als je dus een afslag mist, dan wil een normale navigatie wil je de snelste routes geven. En dat is vooral door woonstraten heen en dit en dat, weet je wel. En ja, ook al is het hier wel wat krapper, het is zeker niet onmogelijk. Even kijken. Ja, ja, ja. Wat? Oké, in één keer. Even doorsteken hier. Oh, iets langer. Oké. Nou gaan we naar links. Oké, jongens. Hier zijn we dus weer. Dus daar gaan we. Moet je die kabels zien hoe dat in elkaar gaat na een tijd. Dat is echt zonde. Kunnen we dat even verhelpen? Even kijken. Dat doe ik zelf met 2 handen.
Oké. Ja, zo. Oké, dat is 1. En dat is 2. Oké, jongens. Mensen die niet weten, altijd opletten voor die rand. Die is heel vettig. Krijg je je kleding, krijg je het nooit meer uit. Zo. Ja, deze. Paf. Oké, achteruit eraf. Ik heb altijd een 3-stappenplan. Eerst doe ik de kabels. Dan doe ik de poten. En daarna pas de kingpin. Oké, hoe ga ik dit filmen? En als laatste jij. Zo. Okay. Zo, die is eraf. En nou gaan we. Oké. Oh, besef dat ik dat normaal elke dag deed. Oké, even kijken. Nou, dan hebben we dit kastje. Hij staat dan een stuk omhoog. Je rijdt het slot eruit, de kingpin. Zo, ongeveer een halve meter. Dan doen we zo. Hup. Dan gaan we omlaag. En dan gaan we nu door naar de volgende. Mooi kijken. Boah. Mooie dingen. Zo. Dus ja, normaal gesproken ga ik een baan naar links. Maar ja, ik geef eerlijk toe, ik was net te laat. En ik ben niet zo'n hufter die me er even snel tussen propt. Dus ja, ik wacht het nou gewoon af. Maar voor een hint is altijd, als je weet dat er een druk splitsing komt of kruispunt, altijd één baan naar links. Want je hebt ook heel vaak verderop nog dat iemand toch nog zich probeert tussen te wringen. Waardoor ja, uiteindelijk deze rijstrook ook helemaal ja, niet rijdt, om het zo te zeggen. Kijk, en dit is wat ik bedoel. Kijk, je ziet het hier overal. Iedereen probeert voor te dringen en zich toch nog een baan ertussen te wringen. Maar als jij erachter rijdt als vrachtwagenchauffeur, zie je hier zelfs nog iemand. De hele rijstrook zou bijna opgeven, daarvoor nog. Dat is gewoon iets, zo is dat nou eenmaal op de openbare weg. En als jij hierachter rijdt, ja, en je bent onervaren. Je verwacht niet dat hij op, want heel veel mensen die doen niet eens een knipperlicht aan als ze ertussen willen komen. Dus ja, je moet daar gewoon echt rekening mee houden. Dat je dus als er een afslag is, dat je nooit op die baan rijdt tijdens file. Of op traag rijdend verkeer. Omdat ze gaan gewoon datgene doen wat ik nu laat zien. En als jij één keer naar links kijkt en hij staat stil midden op de weg. Ja, dan klap je er volop. En ja, en de schuldige ben jij op dat moment. Omdat ja, omdat jij niet oplet. Hier ga eindigen. Wat ga jij? Hallo? Hallo, let je even op. Dankjewel. Jezus man. Kan ook niet rijden. Dat is zo'n typische chauffeur, die kennen we allemaal. Die is dan klaar bij een klant en dan gaat hij terugrijden ergens naartoe. En dan gaat hij tijdens het rijden zijn papieren afmelden en zijn telefoon instellen voor zijn navigatie. Jongens, blijf gewoon even 2 minuten langer staan en regelt gewoon de plekken. Het is veel veiliger. Hetzelfde als die mensen denken, oh moet ik hier zijn? Moet ik hier links zijn? En dat ze dan half met 10 km per uur op de weg rijden. En volgens mij, ik denk dat ik hier moet zijn. En uiteindelijk, ik rijd 10 km per uur. Laat ik ook maar mijn knipperlicht even aandoen. Want ik sta midden op een 60 weg stil, weet je wel. Oh man, ik zie dat zo vaak. Yo, wat mensen, bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jack. Ik hoop dat je van deze video hebt genoten. En natuurlijk mijn vraag, zou deze video kunnen liken, subscriben. En ja, laat een reactie erachter. Ja, niet vragen, maar haar is zwart. Welkom bij de club. Je kan altijd de Discord joinen. Ja, zoals ik al zei, ik probeer video's te maken. Maar ik wil graag weer vrachtwagenvideo's maken. De Nivo eurovergunning, beter gezegd, is in de pocket. Dus binnenkort kunnen we als ZZP'er basis gaan rijden. Maar ik moet eerst even een busje kopen. Wordt heel interessant. Kunnen ook weer video's over worden gemaakt. En ja... Ook voor B-rijbewijs gaan we nog wat video's maken. Maar voor nu wil ik even weer wat vrachtwagenvideo's eruit halen. Ik moet toch heel veel wachten. Tot die tijd ga ik proberen een beetje van die spoedvideo's voor jullie te maken. Dus ja, ik hoop jullie bij de volgende video te zien. Mijn naam is Jack. Voor deze video nou leuk.
Laat een likeje achter en ik hoop jullie bij de volgende video te zien. Dus let's go! Woo!